Welkom autoblogkijkers, we zijn nog steeds weer Tuning Pressen Days. Even iets meer comfort opgezocht, iets meer rust opgezocht. Alhoewel het natuurlijk ook wel een ruig kantje heeft, want het is natuurlijk een tuningdag. We zitten in de BMW 7-serie, maar niet zomaar een BMW 7-serie. Van AC Schnitzer, de ACS7 4.0i. Een hele mond vol, betekent gebaseerd op de 740i. Nou, zoals jullie allemaal weten, BMW vindt zoals jullie zijn, betekent dat het geen 4 liter is, maar een 3 liter biturbo. En ja, AC Schnitzer heeft daar natuurlijk ook een performance upgrade aangegeven, maar daar komen we later dan wel even op terug. Eerst even naar het uiterlijk van deze auto. Het is natuurlijk moeilijk om een 7-serie op te pakken en zeggen, nou, die gaan we eens even tunen en heel sportief maken, want dat past ook weer niet helemaal bij de karakter van deze auto. Maar toch, een aantal subtiele details, front iets scherper gesneden, een klein subtiel voorspoilertje. Als jullie goed hebben opgelet, zie je twee soorten velgen. Links het oude type en dan rechts een hele mooie spaakvelg, heel open, groot. 22 inch, dus die worden ook alleen maar voor de 7-serie, X5, X6 en de M-versie daarvan leverbaar. En het grappige is, het is een gesmeed wiel en AC Schnitzer was heel trots. Zei van, ja, het is eigenlijk ook heel licht, dus dat is wel bijzonder. Het is maar 13 kilo voor het voorwiel. Nou, normale 22 inch wielen zijn 18, 19 kilo. Natuurlijk hebben we weer die instelbare vering en alle instellingen die je kunt doen, hè, met name drive van BMW. Dat je, als je in een sport plus modus zit, dat die lekker wat stijver wordt en met ook een comfort modus. Dan zou je verwachten, nou, 22 inch wielen, verlaagde vering, 30 mm ongeveer. Nou, dat zal wel een behoorlijk stuk stugger zijn. Dat valt eigenlijk wel mee. Het is nog steeds comfortabel, maar ja, gewoon net even een tandje strakker. Interieur, grotendeels standaard gebleven. Maar natuurlijk mooie AC Schnitzer vloermatten. Bestellen bij uw lokale dealer. Mooie aluminium pedaaltjes. En ja, het allerbelangrijkste aan deze auto is natuurlijk de iDrive controller. Met in de vorm van dat nieuwe wiel van AC Schnitzer. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb hem ook aan mijn moeder gegeven op moederdag. Die heeft het natuurlijk ook op haar BMW'tje geplakt. Ik vond hem, zeg maar, op de foto's niet heel erg mooi. Dat kun je in het echt zien. Vind ik hem wel geinig. Het is echt absoluut heel fout. Als je dit ook, zeg maar, over 15 jaar op deze 7-serie monteert, dan ben je echt gewoon een wijze Johnny. Maar als je dat nu doet, dan is het toch net weer een beetje smaakvol. Beloofd om nog even terug te komen bij de performance upgrade. Standaard 740i, 326 pk. AC Schnitzer kietelt er wat pk'tjes bij en komt op 360 totaal. Geen gigantische sprong in vermogen, maar die BMW motoren zijn ook niet heel makkelijk opeens naar 500 pk te tunen. Maar toch, ja, gewoon net iets feller, net iets pittiger. Ik vroeg net even naar prestatiecijfers, maar die hebben ze nog niet. Tot die tijd moeten we ervan uitgaan dat het hard genoeg gaat. Hebben? Even sparen. Als je alle aanpassingen wil aan deze auto's, dan alle spoilertjes, iDrive controllertje, performance upgrade, wielen, velgen, de micmac. Ongeveer 22.000 euro extra kost dat. De performance upgrade, alleen de motor, dus die chip, maar wel inclusief garantie, is ongeveer 6.000 euro. Ja, aan de ene kant een hoop geld, aan de andere kant valt wel mooi tussen 740 en 750i in. Dus dan heb je een 745 of zo. En die wielen die zijn ook wel duur. Maar ja, het is 22 inch, grote banden. Dat kost gewoon echt serieus geld, 7.500 euro. Maar ja, het is wel leuk, hè. We hebben tenminste iets om aan de buren te laten zien.